Gewelddadige woningoverval in Amersfoort. En Matthäus Passion voor amateurs. Goedenavond, u kijkt naar U Vandaag van zaterdag 27 september. In Baren is een fietser zwaar gewond geraakt bij een aanrijding. Dat gebeurde op de provinciale weg N414. De oudere man kwam vanaf de Eemdijk en wilde oversteken naar het Zuidereind. Hij werd vervolgens geschept door een auto. De fiets van de man belandde op de voorruit van de auto en raakte ook nog een andere auto. Ambulancepersoneel en politiemensen gingen met spoed ter plaatse. Ook landde een traumahelikopter om de man snel te kunnen helpen. En hoe het ongeluk precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. De politie is op zoek naar getuigen van een gewelddadige woningoverval in Amersfoort. De daders sloegen toe bij een huis in de Romeostraat. Rond 8:30 gisteravond werd er aangebeld bij deze woning. De bewoonster deed open en werd vervolgens mishandeld. De dieven doorzochten het huis en gingen er met onbekende buit vandoor. Een uitgebreide zoektocht in de omgeving met een helikopter bracht niets op. De politie heeft in en rond het huis sporenonderzoek gedaan. Wie tips heeft, wordt opgeroepen zich te melden. Het is een begrip in Utrecht en ver daarbuiten. De vakantieboot Ahoy van Teun en zijn vrouw Margriet. Bijna een halve eeuw vaarden ze ermee rond. Eerst met jongeren en de laatste jaren stapten vooral senioren aan boord. Maar omdat Teun zelf ook een dagje ouder wordt, gaat de Ahoy voor anker. Sector Maarsen, de Ahoy komt vanaf Amsterdam uw sector binnen. Voor 2 weken terug 73 geworden. Ja. Dan moet het maar genoeg wezen. Daar op dat scheepje Ahoy in de haven. Na 48 jaar gooit schipper Teun zijn zeemanspet in de ring. Hij stopt ermee. Jarenlang verzorgde hij samen met zijn vrouw bootvakanties voor jong en oud. Maar het werk begint hem nu op te breken. Het werk wordt te veel. Hè? Je komt niet meer aan de dingen toe die je eigenlijk allemaal moet doen. Ja, dan kun je beter ophouden voordat het helemaal scheef loopt. Ja, het is goed bij Teun en Margreet. Dit zijn de laatste vakantiegangers op de boot van Teun. Vrijwel allemaal waren ze vaste gasten op de Ahoy. En ze vinden het jammer dat de schipper en zijn vrouw ermee stoppen. Maar ze begrijpen het wel. De mensen komen op leeftijd. Het is zwaar werk. En je kunt beter stoppen op het moment dat je lichaam alles nog kan. Als dat je dus echt kwaaltjes gaat krijgen. Dus dit is een goed moment. Hoe Teun zijn vrije tijd straks gaat indelen, weet hij nog niet. De komende tijd ligt er in ieder geval nog genoeg werk op hem te wachten. We moeten eerst nog een huisje zoeken. En het schip verkopen. Ja, en dan zien we dan wel weer wat we dan gaan doen. Het schip is dus te koop. Totdat het verkocht is, blijven Teun en Margreet erop wonen. De opvallende schrijffout op een nieuw Utrechts verkeersbord is hersteld. Onderaan de A27 afrit Veemarkt de Bilt stond een bord rechtsaf naar het centrum zonder u. Het bord is er neergezet tijdens asfalteringswerkzaamheden in juli en augustus, toen de afslag dicht was. En na de ontdekking van de fout heeft de gemeente eerst de M weggehaald, zodat de afkorting Centrum ontstond. En daarna zijn er een U en een M bijgeplakt, zodat er gewoon Centrum staat. De blunder en het bericht op de site van rtvutrecht.nl zorgden deze week voor veel hilariteit op social media. Ook de resten van Chris Kremers worden binnen een paar dagen overgedragen aan haar familie in Amersfoort. Dat schrijft de Zuid-Amerikaanse krant Estrella de Panama. De resten van Lisanne zijn eerder deze week al aan haar familie overgedragen. De vriendinnen Lisanne Vroon en Chris Kremers verdwenen begin april in Panama. Op hun stoffelijke resten zijn geen sporen van geweld aangetroffen. Duikers hebben het horloge gevonden van een van de omgekomen mannen van het bootongeluk op de Vinkeveense Plassen. Dat meldt het AD. Na de klap verdween het klokje van Johan Koetje uit Leusden in het diepe water. Zijn vrouw heeft hetzelfde horloge en wilde dat van haar man graag terug. Na diverse pogingen van de duikers was het raak. Begin augustus werd de sloep waar Koetje met 3 vrienden in zat geramd door een speedboot. Er vielen 2 doden. In de Zwarte Pieten-discussie heeft een Utrechtse basisschool een boze moeder op haar dak. De vrouw wil dat de Koonstamschool in het oosten van de stad
Zwarte Piet helemaal uit de lessen schrapt. En om dat voor elkaar te krijgen is hij naar het College voor de Rechten van de Mens gestapt. De school weigert de knecht van Sinterklaas uit het onderwijsaanbod te verbannen. De vrouw valt onder meer over opdrachten als corrigeer de spelfouten van Zwarte Piet. Daarmee wordt volgens haar de indruk gewekt dat zwarte mensen dom en slordig zijn. Burgemeester Bolsjes van Amersfoort heropent vanavond Theater De Flint. Het pand is afgelopen zomer flink verbouwd en kreeg onder meer transparante en lichte ruimtes. Vanavond is er een openingsfeest met een voorstelling, een comedycafé en live optredens. En verder is er een nieuw restaurant. Morgenmiddag is de vernieuwde Flint gratis te bewonderen tijdens een open dag. In Loenen is volgend jaar een wel heel bijzondere uitvoering van de Matthäus Passion te zien. Niet alleen professionals werken mee aan het stuk, maar ook amateurzangers en zangeressen. In het dorpshuis in Vreeland zijn de eerste auditierondes gehouden. Een geruststelling voor de kandidaten. Iedereen mag sowieso meedoen aan de uitvoering van het wereldberoemde stuk van Bach. Tijdens de audities wordt bepaald wie welke rol krijgt en welk stuk zingt. Door de mix van professionals en amateurs hoopt de organisatie dat het een unieke voorstelling wordt. Want dat is niet zo heel erg moeilijk om een Matthäus in te kopen en op de planken te brengen. Deze extra dimensie is dat we zeggen nee, we willen juist die samenwerking tussen mensen die net goed kunnen zingen en mensen die heel erg gemotiveerd zijn, laten inspireren door de professionals en andersom. De uitvoering is volgend jaar op de zaterdag voor Pasen in de Grote Kerk in Loenen. En mocht u nou ook goed bij stem zijn en in de gemeente Stichtsevecht wonen, vrijdag 10 oktober is er nog een auditieronde. Voetbal dan. FC Utrecht maakt zich op voor de lastige uitwedstrijd tegen FC Twente. De Tukkers zijn in eigen huis al 24 wedstrijden op rij ongeslagen. Voor Utrecht is het de tweede keer deze week dat het tegen een topclub speelt. Donderdag werd er in de beker verloren van PSV. En de selectie is niet geheel ongeschonden uit de strijd gekomen. Terwijl de jeugd van FC Utrecht hoopt terug te komen van de achterstand tegen Feyenoord, maakt het eerste zich klaar voor de wedstrijd tegen een andere topclub. Morgen in Enschede op bezoek bij FC Twente. Als zij heel goed spelen, dan is de kans heel klein dat wij winnen, dat is duidelijk. Maar er zijn heel veel wedstrijden, ook voor hun, die liggen ergens tussenin. Die zijn niet geweldig en die zijn niet slecht, die liggen er tussenin. Dan hebben wij een kans. Twente is ook een... dit is ook gewoon een topclub en die voetballen ook gewoon goed. En iets anders, niet zoals uit de omschakeling zoals PSV, dus dat is een ander spel. Maar ja, zij willen ook voetballen en wij ook, dus wat dat betreft... denk ik dat het een leuke wedstrijd kan worden. Trainer Robbie Alfle wil zijn spelers in elk geval één wijze les meegeven. Je moet geloven in jezelf. En nogmaals, daar kan je winnen en je kan verliezen. Hè. Dat hoort er nou eenmaal bij. Maar het gaat mij om de manier waarop je dan verliest. En ja, dat kan niet zo zijn als bij PSV. En je zegt, je moet het erover hebben. Ben je zo'n prater? Nou, wedstrijden worden wel nabesproken. Dat mogen duidelijk zijn. En ik moet ook eerlijk zeggen dat ik veel gesprekken met spelers heb. En... ook heel graag het contact zoek met spelers. Op de laatste training praat Alfle veel, net als assistent Harry van der Ham. Met bijvoorbeeld Rubio Rubin, die weer in de basis start. Net als Rodney Antwi, die de plek inneemt van de geblesseerde Tommy Oor. Twee jonge jongens die op de steun van hun ploeggenoten kunnen rekenen. Het is sowieso zwaar voor die jonge jongens. Die worden nu erin gegooid en die worden als vol aangezien en ook daarop afgerekend. En dat is niet eerlijk. En kijk, ze doen hun best. Ze zijn niet voor niks. Ze staan waar ze nu staan. En het is voor hun hele leerzame ervaring. Alleen het is denk ik wel ergens nog te vroeg. En dan mogen ze niet worden afgerekend op de resultaten nu. Het is heel leerzaam. En het zijn ook gewoon allemaal stuk voor stuk goede spelers. Dus daar heb ik ook volste vertrouwen in. En ja, nu is het aan hun om te laten zien ook wel dat ze erbij horen bij ons. En dat ze kunnen scoren, denk ik. Ja, Rodney heeft het in de Kuip al laten zien. Dus als misschien iemand anders dat nu kan doen, of Rodney zelf, dan zijn we blij. Ruud Boijmans maakt het aanvalstrio compleet in Enschede. En Willem Jansen, de aanvoerder die zijn hand brak, die mag alweer eventjes het veld op. Dus hopelijk is ook hij snel weer fit. FC Utrecht FC Twente begint morgen om 2:30 en is natuurlijk live te volgen via Radio M Utrecht. U krijgt tot slot nog het weer van mij. Vanavond zijn er opklaringen en wat wolken en minima liggen rond 10 graden. Morgen begint de dag mistig, later op de dag is er zon en bij weinig wind wordt het dan maximaal 22 graden. Dit was u vandaag. Morgen om 5:00 zijn we terug met een nieuwe uitzending. Graag tot dan. Fijne avond.